Patrick Pauwen vroeg net naar de fitheid van deze groep. Hij zegt, want wij zijn best fit, we doen nog veel. Dus we willen in ieder geval een ploeg die wel weerstand geeft. Ik heb 10 jaar niet gevoetbald. Want ik mag eigenlijk niet meer voetballen vanwege een hernia blessure. En dan ben je gevraagd voor dit evenement. Ja, dat is gewoon een hele eer voor dit. Dus heb ik gelijk ja gezegd toen de voorzitter mij gevraagd heeft. Nou, een mooi groepje zo bij elkaar. Ja, leuk joh. Ja, en qua weer zit het mee. Dit is mijn 9e jaar bij deze club als hoofdtrainer. Dat is lang voor een hoofdtrainer. Mijn vorige club Rome zat ik 10 jaar. En de bedoeling was dat ik eigenlijk, ik teken had voor 2 jaar. En mijn vorige contract heb ik getekend voor 3 jaar, omdat ik heel graag het 100-jarig bestaan mee wilde maken. Dat jaar Hellevoetsluis. Ben je eigenlijk nog lid? Al 45 jaar. Ik zal ook, ja, dat blijft je blijft gewoon Hellevoeter. Dat blijft je leven lang. Je bent leven lang ben je voor Feyenoord, maar je bent ook je hele leven lang voor Hellevoet. Als je natuurlijk al 45 jaar hier rondloopt, doet die 100 jaar doet je wat. Want je hebt natuurlijk al 45 jaar meegemaakt hoe deze vereniging van klein steeds groter is geworden. En nog aan het groeien is. En een klein dipje heeft gehad, maar weer opgestaan is en het weer allemaal op de rit heeft. We hebben gisteren vanuit handen van de burgemeester ook een koninklijke erepenning mogen ontvangen als club zijnde. Waar je ook best wel wat dingen voor moet doen en waar je aan voorwaarden moet voldoen. Dus ja, ook dat is ons gegund, zeg maar. Ik vind het toch altijd wel een emotioneel moment, dat zeg ik je eerlijk. Als er uit de mond van de burgemeester de zin komt van het heeft zijn koninklijke hoogheid behaagd. Ik kan hem ook even laten zien. Dan heeft iemand toch iets bijzonders gepresteerd en zo voel ik het eigenlijk voor de vereniging ook. Symbolisch gezien is dit inderdaad de kroon op het 100-jarig bestaan. Ik heb toen ik hier net kwam gehoord hoe mooi het 90-jarig bestaan was, hoe mooi dat feest was. En ik wilde dat 100-jarig bestaan wel eens meemaken. En nou ja, dat 90-jarige was mooi, maar dat 100-jarige ga ik nooit meer vergeten. Wij feliciteren Feyenoord met een 0-2 overwinning en bedanken ook de Hellevoeters van het jubileum elftal.